En hallo mensen, daar zijn we weer. Ja, met de Binding of Isaac Rebirth. Dit is het tweede deel. Vorige keer zijn we hier gebleven, zeg maar. Wat zijn we bij de derde floor? Ja. En ja, ik was wel van plan even de arcade in te gaan. Gokje wagen. Wel leuk. Als het. Oké, mooi, het zwarte hartje gaat in die dag. Ik doe dit altijd. Vraag me niet af. Waarom, maar het is verslavend en het is grappig. Ja. Oh, ja, nice. Oh, met de shield krijg ik veel money hiervan. Dat is best wel fijn. Een beetje krijg ik ook een blood bag. Het is vier. Oh, let's hope so. Nou ja, maar ja. Doorgaan met het halfwartje. Oeh, wat is dat? Oh, trinket, fuck. Oh, nu heb ik wel best wel spijt van dat ik hem heb genomen. Volgens mij is het iets met held of zo deze. Maar het zal wel. 24 meter is niet verkeerd. We gaan hier echt een beetje gokken. Oké, moet verkeerd. Bom, ja. Oh, twee keys zelfs. Zo. Deze geeft me niet vaak wat, maar als hij je wat geeft, dan geeft hij ook best wel goede dingen. Nou, slotmachine. Hier, een muntje. Nou. Ah, het is altijd leuk om een gokje te wagen. Oeh, hartje. Dan kunnen we daar weer even in stoppen. Ik kan deze ook weer even pakken. Ik wist niet te veel langs. Kom. Oh, ik kom gewoon. Oké. Oeh. Jouw. Spirit Heart. Oh, een halve, nou ja, boeien. Wat, hoe lang duurt het wel niet? De machine is wel uit om mijn geld te zeggen. Of mijn geld, mijn leven bedoel ik. Die wil gewoon fucking dood hebben. Maar het zou wel. Ja, ik snap het, ik snap het. Een bom. En dan gaan we hier onze supplies er vandaan halen. Want hiervoor hadden we niet zoveel. Maar ja, twee minuten. Oh, oké. Okay. Ik weet, misschien is het niet zo interessant voor jullie. Het spijt me. Ik zal misschien hier en daar wat knippen, misschien niet. We zien het wel. Maar je kan zien, ja, ik ben echt een pro-gokker. Dat kan je wel zien waarschijnlijk. Ook al maak ik niet veel winst, maar hey, maakt niet uit. Momenteel heb ik gewoon wat hartjes nodig om in de blob bank te stoppen. Zodat we die ja, health upgrade krijgen. Of portable. Maar die is niet goed. Nee, dat is niet zo chill mee. Behalve als ik mijn schild heb, dan kan ik hem wel heel vaak gebruiken. Dat is wel fijn. Dus dat kan ik zeker in mijn voordeel gebruiken. Oké. Okay. Dat ding wil me niet zoveel geven. Dus ik denk dat ik daar even stop. Ah, oké. Okay, misschien nog één keer. Ja, Eternal. Wat nu al? Fuck yeah! Lazarus, bitches. Helemaal Lazarus. Snap je hem? Oké. Okay. Dat waren 7 coins voor 1 coin. Nice trade. Ja, ze kunnen nog even doorgaan, mensen. Kom het weten. Oh, en zeg maar, als ik geen coins meer heb, blaas ik alles hier gewoon op. Waarschijnlijk sowieso wel, maar. Want ja, van die kapotte dingen krijg je dan nog steeds de troep, dat is wel fijn. Zoals HP of coins of wat dan ook. Ook al heb je dan niet meer zoveel aan die coins, maar. Oh, dit gaat niet verkeerd. 5 keys, 5 bombs. Niet zoveel geld meer, maar. Kan er nog mee doen. Toch maar, als je dit allemaal in de shop zou moeten kopen. Ja, was je zeker wel zo'n 40 coins kwijt. Dus het is altijd een goede investering. Maar je kan geen goede items. Ja, krijgen hier, zeg maar. Niet super goede.
Nou ja, dacht ik al. Ik ga eerst jou blazen. Een hoop, maar. Spoorart. Spoorart, hoe je het ook kunt noemen, dat is niet verkeerd, zeker niet. Deze nog even. Ah. Troll bomb, you son of a bitch. En nog Spirit Clash Soul Art, heel veel geld. Zal ik hier nog wat achter? Nee. Nou, dan gaan we verder. Eindelijk, denken jullie vast. Oh, wat. Oh, die spinnetjes zijn zo cool, maar wel vervelend. Oh, je moet je focussen op de spinnetjes en op die andere dingen. Oh, kom. Wat, ik killde zichzelf. Oké, nee. Hij killde zijn broertje of wat dan ook. Oh ja, de vampire skill is aanwezig. Oh nee, waarom heb ik de blokbank nog small? Nou ja, het is niet erg. Ah ja, ik kon niet anders dat ik dat damage zou nemen. Ja, of gewoon een beetje beter uitkijken. Hè? Ik ben niet zo slim. Dus ja. Sowieso, waar halen jullie al dat bloed vandaan? Nee. Ja, ik heb mijn oogbal of wat het ook mag zijn. Maar spinnen? Dat zou wel. Super veel HP op die gast. Bijna allemaal aan PO terug. Oeh, Larry Jr. miniboss. Gelijk de item room erbij. Ah, hier had iemand dat over, zeg maar. Dan ga je van rechts naar links heel snel en dan komen er meerdere balletjes tegelijk op hem. Zoals dat, ja. Dat is wel een goede tactiek, ik gebruik hem wel eens. Niet al te vaak. Fuck yeah! Is dat laser 1 of 2? 1, toch? Ja. Oh. Zeker niet verkeerd hoor. Mag niet klagen. Oké, mooi. Goede aanwinst aan het team ding. Kijk voor secret rooms, of course. Ah, oké, ik had eentje hier, ja. Hier moet ik kijken. Die doen we straks wel. Maar zeker. En ik denk dat ik ook even... Oh, nee. Even doorgaan, zeg maar, naar de boss. Even wat sneller voor jullie. Ik weet niet of jullie dat leuker vinden of niet. Fuck. Dude. Ja. Deze laser is zeker niet verkeerd. Maar ik wil gaaf texture though. Gaat langs. Ja, dat gaat helemaal. En door de enemies heen, dus ook pittig fijn. Nee, geen sacrificial room. Dan krijg je alleen maar kistjes uit voor hartjes. Beetje zonde, vind je? Half hartje erbij gekregen, een key. Ah, dat heb ik zo gegeven, maar heb je één hartje nodig om erin te kunnen. Dus ik kan naaien. Oh, wat? Nee. Oh, moet ik even bij de arcade. Of course. Hier. Een bom, misschien. Nope. Nothing at all. Moet het bijna wel bij deze zijn. Ah, nee, dit is stom irritant. Deze hele room is echt stom irritant. Hoezo? Laat zeggen, hoezo raak ik ze niet, maar dat doe ik wel. Oké, even gelijk even proberen.
Ik dacht dat het zo'n taser. Oh cool. Een pil. Ik ben bang dat het niet zo goed is, maar. Dat zullen we even uittesten dan. Oh, bombs. Ja, ik weet niet of ik daar zo blij mee moet zijn. Nee, niet echt. Nee, weer niet. Wat is dit? Skeleton dudes. Oké, over deze vloer doen we echt wel lang, maar dit is ook wel een grote, pittig grote. Dat zag ik zelf, ja. Ik ben gewoon best wel massive. En bom. Oh, dan zal je waarschijnlijk hier beneden zitten. Ja. Nee. Missed me there, huh? Son of a bitch. Nou, het zal wel. Cry baby. Nee. Ja, ik zat er. Oh, dat is wel zonde van mijn blauwe hartjes. Cancer. Als ik de tik niet had, had ik hem meegenomen. Cancer is zeker een goede item. Ja. Yeah, I knew it. Super groom. Best veel muntjes. We hebben er nu al 23. Ik meen het, als ik die room, of al die machinery niet had gemold in de room. Oh, wat pittig veel dingen. Nog kunnen krijgen, zeg maar. Nou, nu kan ik op spannen in de shop. Dat is niet verkeerd. Ah, oeh ja. Serieus? Creed? Serieus? Wat? Die raakte me niet eens, man. Echt te ver van de game. Die willen gewoon dat je gaat ragen. Die ligt niet aan mij, weet je. En nu is hij. Maar zo weer dood. Hij heeft 25 coins gekregen of sale. Maar ja. Troll Road. En niemand zegt me dat ook ofzo. Maar ik heb geen spirit heart meer. Wat mooi kloot is. Maar ook nog van de zwarte hartjes en de rode hartjes. Komen er vanuit mee. Dat zal dit zijn. Yeah. Die gaan we nog niet oppakken. Maar ik ben wel blij om te zien. Wat kan je? Nee. Nee, ik wil even kijken of je een map kon zien, maar. Zeg maar in het groot. Niet dat ik weet. Ze hebben de item room volgens mij nog helemaal niet gehad. Of. Wel? Oh ja, dat is het ook zo, technology. Laat maar. Stom van me. Ja, dan gaan we nu maar gewoon door naar het bos. Neem straks, ja. Laat je mee. Ik denk niet dat er Devil Room is, maar. Job. Dat is een groot dik ding ook. Het is wel makkelijk om te killen, maar. Meestal als hij op je afkomt, moet je gewoon een bom neerleggen, heet hij op. Nou ja, dat is mijn tactiek in ieder geval. Niet altijd, niet zoveel bommen heb ik ook weer niet. Maar, het werkt zeker. Ja, zo weer dat. Lil Chubby. Spare in the basement. En weer een devil room. Oké, fijn. HP up. Zal niet onze enigste zijn. Bo.
Oh crap. Ja, deze deal is toch wat chill. Kost me toch twee hartjes. Nou, fuck it. Ja, dan kunnen we vliegen. Twee hartjes waren eigenlijk best wel veel. Niet zo erg. En deze mij. Oh, dat is echt een soort van Darth Vader vliegend gebeuren ding. Maar ja, zo cool. What the fuck is dat voor prank? Serieus. Als ik van money nou eens een keer. Zou ik zeggen. Ja, ik ga denk ik veel van deze afleveringen achter elkaar opnemen. Aangezien het wel beviel bij jullie. Cool. Dus ja. Ik weet niet of ik meer van Cube World gebeuren moet gaan opnemen. Dus, ja, maar, ja, de kwaliteit van het filmpje was ook niet al te goed. Dus ik snap ook wel dat het niet zoveel positieve feedback over was. Ah, toch wel wat, maar. Je snapt me wel. Ik ga nog even kijken. En nu zullen we het vanzelf zien. Wow. Het is een chill als je alle twee tegelijk kan raken. Het is weer dood als het bijna als het goed is. Die daar. Oh. En dan deze nog. Ja. Mooi. Wow. Wow. 1 muntje. Ik ben benieuwd of hier op zit. Come on. Ja, ik weet niet. Een licht plekje. Oh, nou ja. Kan ook, hè. Hey. Gewoon lekker niks. Nope. Not worth risking it. Hier moet je gewoon altijd even ingaan. Ik weet niet wat het. Is het de pack? Dat zou niet verkeerd zijn. Oh, fuck. Contract from the lower world. Well, I don't know what it costs. Geen idee wat het doet, maar klinkt best gaaf. Contract from the lower. Nee, dit is niet junior volgens mij, dit is van Larry. Oh. Well, that was easy. Nee, serieus, dat is echt pittig makkelijk. Oh, is dat een soort andere vorm van Larry, poep in zijn bek ofzo. Ja, als je het lekker vindt, hé. Niet mijn keuze van eten, maar. Ieder zelfs een smaak. Twee pillen. Als het één goed is, dan past dat wel goed. 4 hours of energy. Nou ja, dat is ook. Maar ik heb nog steeds geen usable item. Dat is niet erg of zo, maar. Daar kan ik gewoon niet zoveel mee, hè. In secret room. Cool. No, helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Zullen jullie doen. Oké. Nou, het gaat nog redelijk goed tot nu, moet ik zeggen. Maar even coins pakken. 32 alweer. Ziet er gaaf uit. Tower speed down rage is building. Oh wat, ik zie er echt uit als een baas. Oh, wat echt 4 horns. Ik wil huilen als een. Weet ik veel, iets.
kom op. Nee, nog even. En dan, ja. Tijd. Nou, de tijd zit er nog niet op, maar zometeen. Ik denk dat de boss battle voor het laatst bewaar. Ook al ga ik er toch sowieso wel dood. Weet iedereen wel. Dit zijn veel bommen. Maar ik bedoel niet deze boss battle hoor, maar gewoon de laatste floor. Ja, denk ik. Okay. Nou, go. Monster 2, toch? Ja. Fuck. Ik vond hem altijd wel kut. Volgens mij deed hij al zo'n laseroog. Of ja, had hij een laseroog. En mijn tactiek was gewoon altijd boven hem staan, want dan vond hij de laseroog. Nee, wacht. Dit had ik echt kut. Ja, dat bedoelde ik dus. Wat raar was dat van Spirit Arcane. Ja, gewoon eerst hier staan. En dan zou hij dat. Normaal gesproken zou hij dan laser gaan doen. En dan had je even tijd om zeg maar aan te vallen. Wat is dit dan? Oh, dat is die dat is dat ene item. Dit is gewoon een unicorn, maar dan. Oh, dat is zo cool! Gracious building, slowdown. Zo gaaf. Cool. Oké, okay, ik ben nu echt een fan van dat item, sowieso. Komt ie. Nou, het is niet echt moeilijk tot nu toe. En die kleintjes zijn wel een beetje vervelend. Je kan ze ook gewoon zelf vermoorden, natuurlijk. Als je graag wil, yo. Be my guest. Ja. Maar je kan dat dus niet toepassen, wat wel jongens. Met naar voren en naar. Fucking hell, naar achterlopen. Nou. Is niet zo erg. Maar. Kom op. Ga dan niet springen. Ah, die is dat. We do the mushroom. That. What? HP up, tears up, and shut speed down. Dat was niet zo erg ook. Maar dan stop ik hier. En dan de boss belde voor het laatste einde. Ik spreek jullie later. Yo!